is de contactgroep precies? We zijn een contactgroep van de oud-verzetsmensen van Stichting 4045, die daar wekelijks bij elkaar komen en ja, genoegelijk met elkaar kletsen, kaarten, van alles doen. Kunt u misschien in het kort vertellen wat deze herdenking inhoudt, waarvoor die precies is? Nou, dat is algemeen bekend, hè, dat in 25 februari 1941 de razzia op de Joden en die weggevoerd zijn. En daarom staan we hier om dat toch warm te houden, vooral voor de rassendiscriminatie. Dat is het belangrijkste. Mag u wel vragen, heeft u de laatste ontwikkelingen gevolgd in Oostenrijk? Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Niemand mag meer naar Oostenrijk. Waarom niet? Nou, dat is algemeen bekend met een fascist in de regering daar. Dat mogen we niet goed vinden. Wat vindt u ervan dat ons staatshoofd naar Leg is vertrokken? Onbegrijpelijk. U vindt dat schandalig? Ja, dat vind ik heel erg. Ze had er niet heen moeten gaan? Nee. Dat had ze niet mogen doen. Dat ben ik niet de enige hoor, die zo daarover... Ik vraag allemaal maar daar zijn we het geen van allen mee eens. En wat vindt u ervan dat mensen zeggen dat hij een kans moet krijgen? Wat vindt u daarvan? Dat die regering daar een kans moet krijgen. En moet er geen kans meer hebben. Je moet natuurlijk oppassen dat je niet als je ze de vinger geeft, dat ze de hele hand hebben. Begrijp je? Ja, ik begrijp het zeker. Ja, het is, zij zeggen we zijn democratisch gekozen, dus punt uit. Wat zegt u daarop dan, dat ze zeggen dat ze democratisch gekozen zijn? Het enige verschil is dat hier zijn ze ook democratisch gekozen, hoe heet die ook weer, met zijn consorten. Die zijn helemaal weg. Die zijn genegeerd en die zijn Jan Maat en consorten. Daar hoor je niet meer van nou, die zijn gewoon genegeerd. Maar wat vindt u van het argument dat ze zeggen, ja, Haider is democratisch gekozen? Ja, dan begrijp je niet dat in een democratie dat daar een fascist gekozen kan worden. Dat is wat onbegrijpelijk is. Tenminste, zo vind ik het. En wij allemaal. Goed, ik dank u voor uw bijdrage. Graag gedaan. Mag ik jou wat vragen? Waarom sta je hier? Om de februari-staking te herdenken, om daar ook te staan in ieder geval. Kun je een kort uitleggen wat dat voor jou betekent, de februari-staking? Ja, nou ja, dat was een... Mensen kwamen in opstand tegen wat zij als heel onrechtvaardig, onderdrukking zagen. Joden werden vervolgd alleen maar omdat ze Jood waren vanwege het fascisme, zeg maar. De nazi's gebruikten dat en dat is goed om dat nog steeds te herdenken. Dat is juist dit jaar des te meer actueel met Haider in Oostenrijk en zo. En fascisme wat steeds actueel blijft en opkomt en zo. Dus juist daarom is het dit jaar denk ik heel goed om hier te staan. Om ook te herdenken dat toen tegen fascisme is, ook nu tegen fascisme. Hoe sta je tegenover de huidige situatie in Oostenrijk dan? Je hebt het over Haider. Ja, ik denk dat dat natuurlijk heel erg is. Dat gewoon heel dat er weer een fascistische regering in Europa is. Dat er mensen die de macht willen hebben, die nemen de macht en die gaan daarvoor met fascisten gaan ze in zee. Ja, dat deden ze ook bij Hitler. Dus ze dachten ook wel dat ze die in toom konden houden. Je zag wat daaruit voortkomt. Je kan nooit met fascisten, met mensen die vreemdelingen haten, mensen die dat soort dingen organiseren. Om er alleen maar zelf beter van te worden. Dat is uitgesloten dat je daarmee praat. En het is gewoon verschrikkelijk dat weer gebeurt in Europa. Je zegt dat het in Italië was het ook al. Was dat ook al toen met die nationale alliantie. En je zag dat in Zwitserland heb je ook in de regering hele rechtse krachten zo zitten. Nou, dat gaat, als je niet oppast, dan wordt het normaal en dan gaat het alleen maar door. Dus onder andere daarom is het goed om het te herdenken. En natuurlijk om toch ook te herdenken al die mensen die toen een daad van verzet hebben gepleegd. Ja, mag ik je vragen, hoe kijk je dan tegen het argument aan die vaak wordt gebruikt door mensen dat Haider uit...
per slotverrekening democratisch is gekozen. Ja, hij is gekozen door mensen inderdaad, maar het is geen, ja, het is zeg maar in zichzelf geen democratische partij. Hij gaat onderbuikgevoelend zeg maar van mensen die gebruikt, die worden veroorzaakt, ja, in mijn inziens door een systeem van ongelijkheid, van zeg maar het doorgaan van kapitalisme en dat soort dingen en zo. En ja, daar krijg je ongelijkheid door. En gebruikt het de onvrede zeg maar die daaruit voorkomt, gebruikt hij gewoon en zegt van ja, dat is de schuld van buitenlanders, vreemdelingen moeten stoppen, dit en dat. En daar wint hij zijn stemmen mee. Dus ja, ik bedoel, hij is via verkiezingen democratisch is hij gekozen, maar het pact wat met hem is aangegaan, zeg maar, ja, een fascistische regering is voor mij geen democratische regering, zeg maar, zo zie ik dat. Dus je zegt, hij zou toch de democratie afschaffen zodra hij dat kan, dus nou, het is nutteloos om te spreken over democratie. Hij zal nu natuurlijk heel rustig aan doen en gewoon een beleid voeren wat, en dat zal voor hem niet zo moeilijk zijn, een beleid voeren wat ook andere rechtse regeringen in Europa zeg maar al heel lang voeren, op zijn tenen lopen. Maar het verschil is dat het heel duidelijk is dat hij een fascistische partij is, dat er allemaal oud-nazi's in die partij van hem zitten, dat de linken met die partij zijn, met allemaal extreemrechtse partijen. Je ziet het hier, de CD met het Vlaamse Blok, al die partijen die betuigen hem steun. Je zag dat in foto's dat er in Praag wordt er steun betuigd aan hen. Hier in Nederland was ook bij de UvA, waren er nazi's die gingen volgen. Ze deden van ja, goed, zie je, het FPÖ komt, is in de regering, fascisten komen erin. Ja, dat is gewoon bizar gewoon dat allemaal weer gebeurt. Dus ja, wat dat betreft, het is gewoon één hele foute boel. En het laat alleen maar zien, je moet waakzaam blijven. Je moet nooit aan dat soort dingen toegeven. En altijd is vreemdelingenhaat. Ja, is daar en wordt er gebruikt. En dan moet je altijd tegen je verzetten komen, altijd. Wat denk je van de opkomst hier? Ja, die had wel wat hoger kunnen zijn, zeker met het mooie weer inderdaad. Maar ja, dat zijn, de mensen die er staan, die staan er wel tegen. En dat is goed dat het nog altijd gebeurt. Maar volgens mij is het wel eens drukker geweest. Dus het zou dit jaar juist nog wel extra druk mogen zijn. Maar ja, dat moet ons in ieder geval weerhouden om elke gelegenheid zeg maar, die er is om dit herdenken, de fouten van de nazi-tijd, de verschrikkingen van die tijd. En met het oog op de toekomst, zeg maar, van stop na fascisme toen en stop fascisme nu. Dus ja, daar is dit een gelegenheid bij. En andere gelegenheden moet je er ook altijd voor benutten.
met mevrouw Borst. U heeft net een aantal bloemen gelegd hier. Heeft u misschien een ander gevoel hierbij als u denkt aan wat er momenteel gebeurt in Oostenrijk? Nou ja, dat is inderdaad wel een relatie die je weer legt, hè? Waar hier tegen geprotesteerd is. Ik zal niet zeggen dat dat dichtbij komt in Oostenrijk. De meerderheid van de Oostenrijkers zijn natuurlijk best goede mensen. Maar er is toch zo'n 28% heeft toch op die afschuwelijke partij van die meneer Haider gestemd. Dus dat moeten we heel goed in de gaten houden. Want dat mag ook absoluut niet meer worden. En zo gauw mogelijk minder. En wat voor sancties denkt u dan aan? Of denkt u niet aan sancties? Ja, we hebben bepaalde sancties al opgelegd. Ik als minister ontvang dus bijvoorbeeld de Oostenrijkse ambassadeur niet voorlopig, zolang die partij in de regering zit. En mijn collega ministers nodig ik ook niet uit. Aan de andere kant, als we elkaar in Brussel ontmoeten, dan werken we wel weer samen. Kijk, mensen totaal isoleren in zo'n situatie is ook gevaarlijk. Maar is het dan niet tegenstrijdig om aan de ene kant de diplomatieke betrekkingen te... weg te snijden en dan toch te blijven praten in een vergadering? Dat is dan toch, ik zou zeggen, toch belangrijker dat in een vergadering men met elkaar praat dan de diplomatieke betrekkingen. Dat diplomatieke betrekkingen op die manier dus afbreken is een signaal. Maar Oostenrijk is lid van de Europese Unie en zolang wij Oostenrijk niet als lid uit de Europese Unie verwijderen, en daar is nou ook weer geen aanleiding voor, zolang moet je natuurlijk wel met elkaar blijven werken en ook met elkaar in gesprek blijven. Er zijn heel veel Oostenrijkers die juist graag met mensen uit andere landen willen praten over hoe krijgen we die partij van Haider zo snel mogelijk weer weg hier. En dat gesprek moeten we wel met ze blijven voeren. Mag ik u nog wat vragen over de wintersportvakantie van onze staatshoofd? De afgelopen 2 weken was mevrouw Beatrix, of Hare Maya zit, de koningin Beatrix moet ik zeggen, in Leg aan het wintersporten. Wat vindt u daarvan, u persoonlijk? Ik weet wat het standpunt is van de regering, maar kunt u vertellen wat u zelf ervan vond? Nou, ik sta hier ook als lid van de regering, dus dat standpunt van mij brengt u niets nieuws, namelijk dat wij dit als een privé-aangelegenheid beschouwen. U bedoelt, de koningin kan ook een privépersoon zijn? Wij moeten ook de koningin gunnen om af en toe eens even privépersoon te zijn, want anders is het ook niet vol te houden, denk ik. Dat geldt voor de ministersfunctie en ook voor de functie van koningin. En wat vindt u dan ervan dat het journaal, het Oostenrijkse journaal, eerst bericht van de Belgische boycotts en vervolgens onze koningin laat zien die verwelkomd wordt in haar land, dat zij daar rijkelijk gebruik van maken? Ja, ik zeg niet dat de koningin dat zelf heeft gewild, maar wat vindt u daar dan van? Vindt u dat niet erg belangrijk? Het kabinet vindt dat dit een privévakantie is en de media zijn daar helaas niet zo mee omgegaan. Daar laat ik het bij. Goed.